Ja, Caroline Genet van de SPA is komen aanschuiven. Dag mevrouw Genet. Ja, u heeft daarnet een cijferdiscussie op gang gebracht door te zeggen dat de investeringen per leerling zijn teruggelopen, wat door de minister dan weer wordt ontkend. En dat is misschien voer voor een factcheck. Maar wat er ook van zij, hebben leerkrachten vandaag een boodschap aan zo'n cijferdiscussie? Want ze komen gewoon op straat, hè? Ja, de discussie is eigenlijk heel duidelijk. De leerkrachten hebben het gevoel dat ze aan het verzuipen zijn. En de emmer is niet vol, heb ik gelezen van bij de vakbonden, maar hij is overgelopen. En het is een feit dat aan het begin van de legislatuur lagen er twee grote prioriteiten op tafel. Een lerarenloopbaanpact om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. En ook het versterken van ons basisonderwijs. Ja, ik wil ingaan op dat pact, hè, om te beginnen. Ik hoor de minister zeggen, ja, de sociale partners moeten het natuurlijk wel zelf eerst eens raken over zo'n pact. En daar zit het vast. Met andere woorden, de bonden die vandaag oproepen om te staken, zijn mee verantwoordelijk voor het ontbreken van dat pact. Wel, ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, maar je zou toch mogen verwachten van het beleid van een regering, van een minister, dat ze het voortouw nemen. En de voorbije 5 jaar is er eigenlijk eerst en vooral heel erg bespaard op de werkingsmiddelen, zowel in het basis- als het secundair onderwijs. Men erkent dat nu ook eindelijk, €45 per leerling in het basis. Dat heb ik niet echt gehoord hoor. Ik heb vooral horen zeggen er is 1,2 miljard bijgekomen. Bij de open end is dat. Als er in onderwijs meer leerlingen komen, dan krijgt ook elke leerling een financiering. Ja. Dat is logisch. Maar laten we eens kijken naar dat pact, want daar waren we over bezig. Hè. Sociale partners, ja, zo verloopt toch sociaal overleg. Sociale partners moeten het eens zijn en dan gaat de politiek bekrachtigen. Maar toch niet omgekeerd? Het is normaal gezien zo, vind ik, dat het beleid moet incentives geven om het beroep aantrekkelijker te maken. En die zijn eigenlijk onvoldoende gegeven. Eerst en vooral heeft men bij het begin van de legislatuur gezegd, we gaan de pensioenleeftijd eenzijdig verhogen. Daar waren gebeurd, de sociale partners geen vragende partij voor. Dan heeft de minister gezegd, oei oei, dat is niet echt naar mijn eigen goesting. Ik ga een studie bestellen over de zwaarte van het beroep. Daaruit blijkt, na 5 jaar studeren, dat de leerkrachten gemiddeld vakanties inclusief 41 uur per week. Dus het mag een zwaar beroep zijn voor u en dat moet dan eigenlijk in het federaal parlement geregeld worden? Wel, natuurlijk moet dat daar geregeld worden. Dat zijn dezelfde partijen nota bene als die hier in het Vlaams parlement de meerderheid uitmaken, CD&V, VLD en N-VA. Tweede, en dat heeft de Vlaamse regering wel zelf beslist, is verlofstelsels die het de loopbaan draaglijk maken en werkbaar werk eigenlijk kunnen garanderen, die heeft ze ook eenzijdig afgeschaft. Dus dan wordt het natuurlijk moeilijker om aan mensen te vragen om langer te werken, voor minder pensioen om te beginnen en dan nog eens die flexibele loopbaan mogelijk te maken. Derde element, en daarvoor komen natuurlijk leerkrachten op straat, de problematiek in de klas wordt alsmaar complexer. Maar goed, ik hoor dan wel zeggen, dat is onder meer, niet alleen maar onder meer het gevolg van het M-decreet, het was wel Pascal Smet, de vorige minister van Onderwijs van uw partij, die dat in gang heeft gezet. Het moest wel van de VN, dat weet ik ook wel. Maar goed, de manier waarop het gebeurd is, was dan blijkbaar toch niet oké. Wel, het M-decreet is in voege getreden in 2015, in deze legislatuur, en is inderdaad geeft uitvoering aan een VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap te garanderen. Dat is in de vorige legislatuur gestemd. Hè? Iedereen is het daarmee eens, inderdaad. Ja. En wat moet je dan doen als je dat invoert? Moet je zorgen dat de middelen om dat maatwerk te kunnen realiseren, zodat de zorgnood van elk kind, of je nu in het buitengewoon of in het gewoon onderwijs zit, om die te garanderen. En dat is onvoldoende gebeurd. Door enerzijds besparingen, maar twee ook door beslissingen in het kader van de M-decreet die holder de bolder zijn doorgevoerd. Herinner u vorig schooljaar dat men hier in juni voor het nieuwe schooljaar is nog snel een decreet stemde. Heel kort dan nog, kan je dat niet duurzaam organiseren. Ja, heel kort nog, want goed, wat we hebben vastgesteld is dat sommige zaken noodgedwongen, of men dat nu wil of niet, soms heel lang duren. Men bestelt een studie, men moet daarop wachten. Sociale partners moeten overeenkomen. Zijn er quick wins te realiseren om de mensen die vandaag op straat komen heel snel een antwoord te geven waar ze meteen iets aan hebben? Ja, de verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs, dat was een engagement. Dat kan snel. Dat kan vandaag, als de regering dat beslist, de steun van SPA zou ze absoluut hebben. Meer zorgenden in de klas, meer handen in de klas, dat kan vandaag. Men hoeft die bal niet door te schuiven naar de volgende regering. Dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek. Blijf bij ons, beste kijker. Want ik praat ook nog met Josse Meijer van de CD&V. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.